Hey, je leerde net hoe je een rare cocktail kunt maken met jus en eieren en van alles erin. Maar het grappige is dat jij ook af en toe mensen uitlegt wat er aan nieuwigheden in de wereld misschien buiten plaatsvindt. Laten we daar even naar kijken. Nee, Tinder. Tinder? Tinder. Tinder? Kijk, vroeger leerden elkaar kennen in de kroeg, zeg maar. Ja. Maar tegenwoordig kennen zo, kan je gewoon zo rondkijken van, hey. Oh. Ja, of je die dan knap vindt. Ben je een maatje aan het zoeken? Ja, maar dat kan je hier doen. We moeten helpen. Van kunnen zien of die knap is of niet. Vinden die knap? Oké, nou, doe die weg. En die? Vindt u die knap? Nee, ook niet. Ook niet. Ik vind het lelijk. Die? Ja, die heet Fleur. Die ken ik. Wel? Hé, dat is een mooi maatje. Ja? Ja, vind ik wel. Nou, dan doen we die leuk vinden. Wat zijn de grappige filmpjes maak je met die mensen die je tegenkomt? Ja, dat is het contact wat je hebt met de mensen. En dat is een voorbeeld wat mijn werk zo mooi maakt. Niet dat ik altijd tijdens mijn werk aan het tinderen ben met de cliënten of rauwe eieren aan het eten ben, maar gewoon het contact van mens tot mens. Gewoon praten over dingen van vroeger, over dingen van nu en dan proberen dingen te vergelijken. En dat vind ik heel mooi aan mijn werk. Ga je vrolijk naar huis toe, 's avonds? Of 's nachts? Je hebt natuurlijk allerlei diensten. Ja, vaak wel, maar soms ook niet natuurlijk. Want je werkt ook soms in een hospice, hè, in de buurt van Helmond. Ja, dat is weer een tijdje geleden, maar nu ja, heb ik al veel gewerkt. Ja. Zwaar? Ja, het is zwaar, maar ook heel mooi. Het is supermooi eigenlijk. Ook wel zwaar, ja. Maar ook supermooi. Ben je geloofd?